De Stichting Natuurbehoud Suriname, STINASU, is een natuurbeschermingsorganisatie. Dit instituut heeft sinds kort een nieuwe directeur in de persoon van Kenneth Cyrus. Op dinsdag 14 januari 2019 werd het contract tussen minister Lekram Surjan van Ruimtelijke Ordening Grond- en Bosbeheer en de nieuwbakken directeur getekend. Hoe kwam het nieuws bij u aan toen u hoorde dat u wordt aangesteld als directeur van STINASU? Nou, natuurlijk in de kant denk je van, zaken wil kunnen. Want je bent al zo lang in, zeg maar, in toerisme recreatie. En heel veel werk heeft verzet. Maar natuurlijk, het is een hele job. Het is niet zomaar eventjes een job uitvoeren. Ik heb over moeten nadenken. Van, wil ik dit wel? Ja, ik wil dit wel. En ik weet dat STINASU is misschien het moeilijkste wat ik gekozen heb. Waarop ik ja zeg. Maar aan de andere kant, ik ben niet alleen. Er is een team. Er zijn meerdere mensen waar je mee moet samenwerken. Er is een ministerie, minister, directeur. Er zijn anderen waar je mee moet samenwerken. Alleen kan je het niet. We gaan het echt samen moeten gaan doen. Met die hele branche mee op hart. Nou, ik denk de eerste stap is namelijk het personeel kennis meemaken. Kennis kijken wat namelijk hoe het intern eruit ziet. Daarnaast natuurlijk de sites sowieso een heel overzicht krijgen. Dat is heel belangrijk. Hoe zien de sites eruit? De accommodaties, waar de mensen gaan slapen, waar men gaat recreëren. En daarvan een overal plan van maken. Om te beginnen bij die aanpak natuurlijk. Maar zijn er wat prioriteiten die u stelt? Zo uit de vrije vuist. Wat ik zo gehoord heb, is Bronsberg toch prioriteit. Maar ik denk dat het allemaal prioriteit is. Want bijvoorbeeld een Babu Santi bij Galibi is niet in bedrijf. Is gesloten. Ik denk, iets wat gesloten is, heeft heel veel prioriteit. Maar natuurlijk, dat wat al loopt, zoals Bronsberg en Rally vallen, die twee, ik denk dat die het meeste prioriteit hebben. Ik denk het wel. Wat gaan we doen? Natuurlijk zal ik het al moeten trekken. Gaan we ook trekken allemaal. Proberen, niet proberen, maar doen dat we allemaal één kant op gaan. Dat we namelijk STINASU weer helemaal als vanouds maken met een prachtige Bronsberg. Een prachtige rally vallen. Ben je al geweest naar rally vallen? Ben je al geweest naar rally vallen? Nou, het is toch prachtig? Nu al is het prachtig. Tot het daar nog niet is wat het moet zijn. Maar als het is wat moet zijn, hebben we daar. Voor Suriname, Eyecatcher. Een plek waar je geweest moet zijn. Bij het uitvoeren van een goed beleid neem ik zo aan dat toerisme een enorme boost krijgt. Ook vanuit STINASU en recreatie natuurlijk. Ja. Sowieso met die vier orden die er zijn. Dus een Rallyvallen, Bronsberg, Koeswijnengebied niet te vergeten, een prachtig gebied. Babu Santi bij Galibi, Matapika strand. Ik denk dat die plekken, die al bekend zijn trouwens hoor, dat als ze in productie komen op de juiste manier, het een boost is ja. Het een geweldige boost zijn. Maar daar moeten we allemaal aan werken. Het behoud van onze gebieden, heel belangrijk. Dat ze goed worden onderhouden, goed worden beheerd, goed worden gecoördineerd. En ga maar zo door. Dat we gebieden krijgen die als vanouds weer vol met leven is. Dieren die je kan zien, vruchten die je kan plukken, ga maar zo door.